Er moet meer aandacht en geld komen voor de ziekte van Huntington. Dat vindt Katelijne Mulder uit Oosterwijk. Daarom is ze gestart met de Happen voor Huntington Challenge. Het idee is om in een citroen te happen zonder je gezicht te vertrekken. Ja, dat is nog knap lastig, zo bewijst ze zelf. En dit was een fijne avond.